Goedendag allemaal, mijn naam is Rob Nulles. Welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag geen how-to video, maar eigenlijk een unboxing video. De nieuwe spullen van Savage Gear voor 2021 zijn toegekomen. Dus we gaan de spullen eigenlijk een beetje overlopen. Welke spullen dat ik dit jaar ga gebruiken. En we zullen beginnen bij de hengels. De eerste hengelreeks, de nieuwe hengelreeks, buiten dan de Savage Gear 4 waar ik al een review over heb gemaakt, zijn de Savage Gear 2 hengels. Deze twee hengels zijn de Big Bait Specialists, de 2,59 meter versie, 110 tot 220 gram. Ze zijn eigenlijk volledig afgewerkt, niet met kurk, maar dat is ook eigenlijk het fijne hieraan. Want deze hengels ga ik gebruiken in combinatie met nieuwe rails die ook in het los zitten. En deze hengelreeks is eigenlijk heel mooi afgewerkt met de EVA handles, super stevig, ook voor te trollen is dat veel fijner. Dat gaat minder snel kapot dan uw kurk dat eigenlijk heel veel afziet. Dus ja, deze hengels gaan mee in de boot, de nieuwe boot eind februari. De andere hengel die ik heb besteld, dat zal eigenlijk mijn nieuwe hengel zijn voor heel het seizoen van 2021. Dat is eigenlijk de nieuwe Savage Gear 4 hengel, de Swimbait Specialist. Zoals de naam het zelf al zegt, de hengel is meer gemaakt voor het bevissen met swimbait. Nu deze hengel, die is misschien iets moeilijker om te vervoeren, maar het hengeldeel bestaat eigenlijk uit één deel. Dus zoals je kunt zien, ziet je hier het uiteinde, dat moet in het handvat. Het handvat zit apart. Het handvat is ook afgewerkt weer met EVA handle. Aan de achterkant heb je eigenlijk een super makkelijke butt grip. En die butt grip is eigenlijk heel fijn als je met kunstnaas wilt gooien. Vooral eigenlijk heel de dag gooien. Daarmee zijn deze handvaten eigenlijk heel gemakkelijk. Weer een heel mooie afwerking uit carbon. Ik ben al heel blij wanneer ik deze mag gaan uittesten. Nu de rest van de bestelling. We zullen eens kijken wat er in de doos zit. Het is altijd leuk om vismateriaal aan te krijgen. Het zal voor iedereen wel hetzelfde zijn. Altijd leuk om nieuwe dingen te krijgen, te kopen. En het eerste wat in de doos zit, is een bulkverpakking. Als ik iemand één soort chat moet aanraden, voor heel het jaar door, voor snoek, hongerige baarzen, dan is het wel de Cannibal Chat. Het is eigenlijk een heel allround chat. Ik heb er direct een heel doos van besteld. Ik vind ze super goed. Teamgenoot Frederik heeft daar zijn nieuwe BB gevangen vorig jaar in 2020. Een snoek van 1,22 meter. Ik vis altijd heel graag heel groot. Maar deze jongen die bewijst wel dat het af en toe goed is om een beetje te downsizen. Nu, dit is eigenlijk een heel toegankelijke maat voor iedereen. 15 centimeter. Ofwel bevis je die met een enkele haak. Dus gewoon een haak die in het midden eruit komt. Ik persoonlijk richt hem het liefste met een schroefloodkop en dan een dreg onderaan. En bij deze zou ik een dregmaat nummer 1-0 of 2-0. Ja, 2-0 gaat een beetje groot zijn. Dregmaat 1-0 en je bent eigenlijk klaar om te vissen. Het tweede uit de doos. Daar kijken we al heel lang naar uit. Als we gaan waden op de Maas, dan is het belangrijk dat je een goede waadpak hebt, hè? Dat je de hele tijd in beweging bent. Het waadpak wat ik heb is een X-Stretch van Sierra. Dat is een duurdere klasse waadpak, maar dat is wel een waadpak waar je heel lang mee door kunt. En nu wou ik ook de gepaste schoenen van Sierra erbij. Zoals je kunt zien, super mooie schoenen. Je ziet dat de zijkanten heel mooi afgewerkt zijn, dat ze heel dicht geplakt zijn. Natuurlijk als je met schoenen, waadschoenen aan het vissen bent, zit je constant in water. Als je dan geen goede waadschoenen hebt, die gaan heel snel kapot, die randen beginnen los te komen en dan ben je binnen de kortste keren weer nieuwe schoenen aan het kopen. Dus dit zijn eigenlijk prijskwaliteit super super goede botinnen. Dus ik kan niet wachten om ze uit te testen. Midden februari is onze eerste Maastrip weer. En dan ga ik met Jarno en Mathieu, misschien ook Cyril, gaan wij weer een Maassessie doen van 2 dagen. Dus dan gaan deze jongens heel goed van pas komen. Zullen we de volgende items bekijken? Dat is ook een item wat ik dit jaar heel goed kan gaan gebruiken. Dat is het nieuwe regenpak. Ook
eind vorig jaar uitgekomen. Dat is een nieuw regenpak. Ik zelf heb ook voor gekozen om de broek erbij te nemen. Die hebben eigenlijk qua alles zijn die super goed afgewerkt. Heel fijne waterdichte ritsen. Zitten super goed in gebouwde riem. Die moet er eigenlijk niet zijn. Ze zijn tot 10.000 mm waterdicht. 10.000 mm. Als je de ganse dag in een stortbui zit, dan gaat je uiteindelijk wel altijd nat worden. Maar ik heb de vorige regenpakken, die waren 8.000 mm waterdicht. Daar bleef je ook heel mooi droog in. En bij deze, omdat die nog eens 2.000 mm meer waterdicht zijn, heb ik er zeker vertrouwen in dat ik met deze mooi droog ga blijven. Zoals ik er straks al zei, ik heb een nieuwe trotset besteld. De twee hengels die ik daarvoor ging gebruiken, dat waren de nieuwe Savage Gear 2 hengels. Natuurlijk moeten daar ook molers bij. Nu, voor deze heb ik gekozen voor een Okuma Cold Water Line Counter Reel. En die Okuma, daar zit eigenlijk een heel gemakkelijke line counter op. Zodat je eigenlijk op voorhand kunt beslissen en uiteindelijk weet hoe ver je welke kunstdaas, hoe ver je achter de boot moet hangen. Zodat je altijd op een optimale diepte kunt trollen. Het zijn eigenlijk super fijne rails. Ik heb gekozen voor de 203 versie. Er is ook nog één maatje groter. Ik heb ze ook links en rechts handig. Dus voor de mensen die rechts draaien, geen probleem. Die hebben ze ook. Er zit eigenlijk een makkelijk knopje op. Dat knopje dient ervoor als je eigenlijk je draad hebt uitgevaren. En je weet dat je op de juiste verte zit. Je duwt op het knopje en je staat terug op nul. Het is een voet, dus het is eigenlijk een beetje omrekenen. Op zich is dat niet zo moeilijk. De knop aanzetten, dan staat hij in vrijloop. Je draait, die klikt zichzelf weer vast. Zoals elke andere rail. En nu, deze zijn eigenlijk iets zwaarder dan een rail waar je de hele dag mee gaat werpen. Nu, dat is ook wel de bedoeling, als je gaat trollen, dat dat geen gewone rail is. Er staat ook een ratel op. Die ratel is eigenlijk heel handig als je gaat trollen en je krijgt een beet. Je bent even niet aan het opletten. Dan hoor je tenminste nog de ratel die afgaat. Dus voor deze, Okuma heeft buiten de Komodo SS en de Citrix voor het werpen, ook voor te trollen, een heel mooi assortiment aan rails en molens. Hierbij het volgende item uit de box. Dat was het. De tweede. De MP Paravane. Dat zijn eigenlijk planerboards. In combinatie met mijn nieuwe trollset ga ik deze paravanes heel goed kunnen gebruiken. De planerboards die dienen eigenlijk ervoor als je gaat trollen met de boot en je doet twee hengels achter de boot, dat je deze eigenlijk voor je derde en je vierde hengel, als je met twee gaat vissen, kunt gebruiken. Dat niet alle hengels op één lijn zitten, maar deze zorgen ervoor dat je aan de linker en de rechterkant hengels in een hoek van 45 graden achter de boot kunt trollen. Dus je hangt een draad aan de speld, draad in de clip. Je kiest dat hoe ver dat je kunstdaas erachter hangt. Dan vaar je je planerbord uit terwijl je aan het varen bent. En door de felle witte kleur, dat is een foam variant. Dus die zijn eigenlijk heel, die hebben heel veel drijfvermogen. Dus we gaan kijken hoe we deze dit jaar in gebruik kunnen nemen. Natuurlijk, zoals elke snoekvisser, zal iedereen wel veel te veel kunstdaasjes hebben. Nu, bij mij is dat ook niet anders. Nu, als het aankomt op kunstdaas, probeer ik eigenlijk niet te veel kunstdaas te hebben. Maar gewoon te zorgen dat ik één felle en één natuurlijke kleur heb. In het algemeen merk ik wel dat soms de felle kleurtjes, zoals Fire Tiger, dat is mijn uiterste favoriet, dat die heel goed werken. Ook al is dat super, super helder water, dat werkt super goed. Bij deze heb ik nog eens de Pulsetail Roach besteld. De gouden oude Line True Roach in de 18 cm variant. En de 20 cm Perch Shad. Dat is eigenlijk de variant, de Line True variant. Dat is eigenlijk super handig. Er zit al één haak onderaan. Voor de mensen die het te weinig vinden, kunnen nog een stinger bijvoegen. Het is voor ieder eigenlijk zijn eigen keus. Ook wat ik heb besteld, wat bij de nieuwe Last Meter Range hoort van Savage Gear. Zowel voor de hengelsportzaken is dat een heel fijne variant van loodkoppen. Die zitten per 25 verpakt. De hengelsportzaken kunnen dan eigenlijk een soort van stand vragen. Die stand dient ervoor om de shads in de bovenkant te doen. En dan kunnen ze de loodkoppen eigenlijk bij de gepaste shads onderin leggen. Super handig.
Maar voor mezelf is dat ook heel handig, want dan heb ik eigenlijk van een bepaald aantal lotkop hierbij de 10 en de 5 gram in twee verschillende haakmaten. Meestal als ik op baars ga vissen, of snoekbaars, dan vis ik met shads van 10 tot 12 centimeter, soms ook wat groter. Er staat ook op de site van Savage Gear een heel handige kaart, hoe dat je kunt zien welke haakmaat bij welke shad hoort. Ik vond dat zelf ook een beetje moeilijk voor te weten van ja, een 1 haak of een 2-0 haak. Voor welke shad zijn die gemaakt? Nu bij deze, op de site van savagegear.com, kun je eigenlijk een afbeelding bekijken met welke shad bij welke haakmaat horen. Dat heb ik zelf ook gedaan toen ik ging bestellen. En nu heb ik de goede maten. Nu heb ik 100 lotkoppen voor het komende seizoen. Natuurlijk had je een paar kwijtgeraakt. Dat is natuurlijk heel handig dat je een paar lotkoppen extra voorraad hebt. Zoals ik er straks al zei, is het heel handig als je, zoals mij, mijn visserij bestaat 90% uit snoekvissen, de andere 10%, soms kan dat wat meer zijn, dat ik op snoekbaars en baars ga vissen. Dan is het fijn dat ik eigenlijk een beetje een verschillend arsenaal heb, zowel als dropshot, als gewoon loodkooptypes, maar ook bijvoorbeeld voor de Carolina. En natuurlijk is dat soms een beetje moeilijk, omdat de mensen de bomen, de bos niet meer gaan zien. Is Savage Gear eigenlijk uitgekomen? Ik denk dat ze toch al een paar jaar op de markt zijn. Bij deze de Cannibal Kit, de Dropshot Purge Pro Kit en de Purge Pro Kit, de Small. Ik heb er verschillende maten in. Ook allemaal te bekijken op de site van Savage Gear. Nu, voor mij is het heel fijn dat ik 3 kits heb. Dat ik niet te veel moet meesleuren van 1000 verschillende soorten shads. Maar dat ik allemaal verschillende soorten shads heb. Dat ik weet eigenlijk hoe dat ik mijn visserij kan aanpassen met een beperkt aantal materiaal dat je ook heel vlot kunt veranderen van plaats. Dat is voor mij ook altijd wel heel belangrijk. Niet te lang blijven hangen op dezelfde plaats, niet te veel te wisselen, maar als ik moet wisselen en het is nodig, dat ik met deze kits eigenlijk alles kan doen. Wat ik dit jaar ook besteld heb, is een weegschaal. Nu, normaal meten ik mijn vissen altijd. Maar omdat ik dit jaar, eigenlijk vorig jaar in 2020 ook meer vallen heb gevangen op kunstaas. Vorig jaar in december nog mijn record snoek heb gevangen. Die was 1,22 meter, maar ik had heel veel spijt dat ik geen weegschaal bij had. Dus hierbij heb ik een digitale weegschaal van Savage Gear besteld. Dat is eigenlijk een heel makkelijke weegschaal die zichzelf, als je het net eraan hangt, gaat kalibreren op 0. Je hangt de vis erin, je heft het weegschaal omhoog. Vanaf het moment dat die eigenlijk een soort van vast gewicht heeft, zet hij zich vast. En dan kun je eigenlijk perfect zien hoeveel dat uw gevangen vis gewogen heeft. Ik heb nog een rolletje staaldraad besteld. Staaldraad gebruik ik niet echt per se voor mijn onderlijnen. Daarvoor gebruik ik fluorcarbon. Mijn vorige video gaat eigenlijk over de onderlijn die ik gebruik. Als jullie die nog niet gezien hebben, bekijk hem zeker. Dit is eigenlijk de stalen gekoten onderlijn die ik gebruik om stingers bij te maken bij mijn line through rigs. Dat is natuurlijk nog altijd net iets beter dan de fluorcarbon, omdat de fluorcarbon sneller beschadigd geraakt bij de vis, omdat het kunstgras wel echt altijd in de bek zit. Daarmee is het wel handiger dat je een soort van stalen onderlijn hebt. Hierbij de Carbon Wire 49, ik ben er altijd heel content van geweest. Deze kun je zelfs knopen. Super handige staaldraad of met sleeves dicht te maken. Waar ik dit jaar ook meer en meer aan wil gaan proberen, is als het warmer weer begint te worden en de waterplanten beginnen omhoog te komen, hebben we eigenlijk heel veel last van shads waar de haken constant eigenlijk vol met wier hangen, wat het een beetje onmogelijk maakt voor bepaalde plaatsen om daarop te vissen. Nu, deze weedless haken met een leuk lepeltje onderaan gaan ervoor zorgen dat we eigenlijk shads kunnen riggen met een weedless haak. Die zit eigenlijk verborgen in de shad. Het enige wat je dan moet doen is een klein sneetje maken in de rug, zodat de haak mooi kan vrijkomen wanneer de vis erop bijt. En de kunst van het vissen met weedless haken ga ik zelf nog moeten ondervinden. Maar het beste is dat je eigenlijk wacht tot de snoek het kunstnaas volledig binnen heeft. 2 seconden wachten en dan pas aanslaan. Nu, ik ga er nog wel een review over maken als ik deze haken gebruikt heb. Maar op het eerste zicht ziet het er eigenlijk heel goed uit. Deze haak
is net iets te groot voor deze. Omdat je ziet dat die eigenlijk net op de ribbeltjes gaat uitkomen. Ik heb ook 1 maat kleiner besteld. Die moet nog binnenkomen. Dus als die binnenkomt, gaan we direct dat proberen. Zoals elk jaar. Splitringen, swivels, crimps, sleeves. Dat zijn alle dingen die elke snoekvisser wel elk jaar opnieuw nodig heeft. Omdat je constant opnieuw onderlijnen moet maken, nieuw moet riggen. Het hele end-tackle materiaal van Savage Gear is nog een beetje uitgebreid. Nu dat ze ook extreme grote splitringen hebben uitgebracht, waar ik zelf ook heel blij mee ben. Nu voor de gewone kunstazen tot en met 25 centimeter zijn de gewone splitringen meer dan genoeg. Maar als jij eigenlijk met hele grote kunstazen gaat werpen en trollen zoals de 32 centimeter roach, 40 centimeter trout enzovoort. En die haken die gaan ook wat groter zijn, dan gaan die splitringen die tot en met bijvoorbeeld 10 mm gaan, die gaan dan eigenlijk heel moeilijk open gaan, omdat die haakbocht en de haakdikte veel te groot is voor de splitring om daar door te trekken. Daarvoor gaan deze splitringen heel goed zijn. Ik heb nog ball bearing swivels besteld. Als ik dan ga trollen met kunstnazen die meer ronddraaien, dat me niet heel mijn hoofdraad gaat opdraaien, die heb ik ook nog besteld. Een paar barrel crimps, dubbele en enkele. De dubbele voor de fluorocarbon en de enkele voor de staaldraad. Dus. Dat was het voor deze video. Er zijn nog een paar items achter, die zijn in backorder momenteel. Zoals alle bedrijven die wel een beetje lijden onder corona nu, zijn er wel een paar items die in backorder staan. Nu van de nieuwe items zijn er eigenlijk heel veel items op voorraad. Bij mij is het enkel nog een molen, een Okuma Helios, die moet binnenkomen. Maar voor de rest, met al deze materialen kan ik wel een heel tijdje door, samen met de materialen die ik al heb. Dus. Ik ga mijn karton opruimen. Ik zou zeggen, elke week ga ik toch proberen om een video te uploaden. Like de video, deel de video, subscribe op mijn YouTube kanaal en zet de meldingknop aan voor te kijken als er weer een nieuwe video online staat. Dus ik zie jullie de volgende keer weer.